Geachte leden van de Raad van de Gemeente Hardenberg, goedenavond allemaal. Van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2019. Welkom geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent. En de mensen die ons thuis bekijken via de moderne media. De vergadering is geopend onder mededeling van de afwezigheid van mevrouw Verschuur, 50+, en de heer Bakhuis van het CDA. Voor de rest zijn we compleet. Gaan we naar agendapunt 2. De actuele vragenronde. Er is behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde. De heer Roelofs, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben gelezen dat de NAM het voornemen heeft om nieuwe putten te gaan boren in Hardenberg, om de productie die hier al plaatsvindt verder in stand te houden. Afgelopen vrijdag was er onder andere al een protestbijeenkomst in Assen. En nu is dit helaas niet de eerste keer dat we het hier over de gaswinning hebben. Vorig jaar hebben we in januari en december al een aantal moties langs zien komen. En afgelopen januari stelden onze collega's van GroenLinks nog vragen over de lekkage in Kollendoren. En de reacties van de NAM nemen wat ons betreft de zorgen die bij mensen leven nog niet echt weg. Vandaar dat ik graag namens de CDA-fractie zou willen vragen of er op dit moment contacten zijn met de NAM rondom het boren van mogelijk nieuwe putten. En ik zou graag weten wat uw standpunt daarin is over die nieuwe putten. En algemeen heeft het college al inzicht in de risico's en effecten van deze putten. Oftewel, waarom is het allemaal nodig? Dank u wel. Dank u wel voor de vraag. Voorzitter, als u mij toestaat, zou ik nog een vraag willen toevoegen. Graag. Over hetzelfde onderwerp. Over hetzelfde onderwerp. Ja. Zou de wethouder ook al kunnen zeggen of hij al inzicht heeft over het onderzoek van de lekkage waar het CDA net ook naar refereerde en wanneer wij dat onderzoek verwachten kunnen? Maar dat zou medio maart komen. Tot zover, voorzitter. Akkoord. Dank u wel. We kijken naar de wethouder hier ten Kater. Of hij in wil gaan op de vragen gesteld door het CDA. En aansluitend door GroenLinks. Nog wat actualiteit. Ja, dat wil ik graag, voorzitter. Allereerst is er contact met de NAM. We hebben met enige regelmaat hebben we contact met de NAM. En zeer onlangs nog over hetgeen u vanavond aan de orde stelt en wat in de pers is over verschenen. Want ook hierover hebben wij gemeend opheldering te moeten vragen. Wat blijkt, voorzitter, dat is een min of meer een ongelukkige communicatie. De NAM neemt in de gemeente Hardenberg geen nieuwe gasvelden in gebruik. Dus daar moeten we heel helder over zijn. Maar waar de NAM over heeft gesproken, dat is het winningsplan Hardenberg, waar de minister van EZK mee heeft ingestemd. En dat is het plan, bij u bekend, waar de gemeente beroep tegen heeft ingesteld. Onderdeel van dat plan is dat er eventueel boringen kunnen worden verricht om wat de NAM noemt de laatste restjes uit het huidige gasveld te krijgen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dat hangt af van heel veel factoren. Dan kunt u bedenken aan de behoeften, het kan van slagen, kosten versus opbrengsten, risico's, acceptatie, nou, noem maar op. Dus in die zin sprak men over het winningsplan dat bij ons bekend is, waar we beroep tegen hebben ingesteld. En niet over nieuwe gasvelden en daarvoor putten te moeten boren. Dus dat is eigenlijk het antwoord wat ik u daarover kan geven. De vraag van GroenLinks. Moet ik zeggen dat ik niet van de laatste stand van zaken op de hoogte ben. In ieder geval niet van de laatste week. Maar we hebben met u tegen u gezegd van zo gauw het er is, dan stellen we u daarvan op de hoogte. En daar houd ik mij aan. Dus zo gauw het er is, dan hoort u van mij. En misschien dat het goed is dat we daar nog eens even achteraan bellen van hoe het nou precies daarmee staat. Akkoord voldoende. Kijk even naar de vraagstellers. Ja, prima. Bedankt voor uw antwoorden. Verder geen behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde. Dat is niet het geval. Gaan we door naar agenda punt 3, de vaststelling van de agenda. Moet u hiermee instemmen? Akkoord. Dat is het geval. Het spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen personen gemeld om in te spreken. Over de agendapunten ook nu niet. Dan gaan wij door naar agenda punt 5, het vaststellen van de besluitlijst
van de raadsvergadering van 26 februari, jongstleden. Geen opmerkingen binnengekomen, ook nu niet. Daarmee is de besluitlijst definitief geworden. De bespreekstukken van vanavond. Dat zijn er twee, volgens mij. Ja. Allereerst het zonnepark Lutte. Lutte levert. En ik wou maar... Ik ga ervan uit dat alle fracties daar wel iets over willen zeggen. Even inventariseren. Dat is het geval. Nee, niet allemaal. We maken een ronde rechtsom. Althans voor de voorzitter. Begin bij de ChristenUnie. De heer Stelpstra. Van achter het sprekersstoel. Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar, eind vorig jaar, hebben we als raad besloten om een aantal projecten daarmee in te stemmen met de principeverzoeken. Daarbij hebben wij als ChristenUnie aangegeven dat we het belangrijk vinden dat ook het dakpotentieel wordt benut en wordt bevorderd. De gemeente heeft daar ook actie op ondernomen. Maar we komen er niet alleen met de daken. En daarom hebben we ook zonnevelden nodig. En als we dan kijken naar het zonnepark van Lutte Levert, dan vinden wij dit een mooi voorbeeld. Er is op een mooie manier samengewerkt met plaatselijk belang, de inwoners en de betrokken partijen. En er is goed gekeken naar de inpasbaarheid, de meerwaarde voor de lokale samenleving en de omgeving. En wij zien zo dat ze een mooie bijdrage gaan leveren aan de energiedoelstellingen door 330 huishoudens te gaan voorzien van groene energie. Voorzitter. De ChristenUnie stemt dan ook graag in met het advies aan het college om een omgevingsvergunning te verlenen. Kort, dank u wel. Fractie van het CDA, de heer Roelofs. Voorzitter, dank u wel. Lutte Levert heeft wat de CDA-fractie betreft een uitstekend plan uitgewerkt. Het plan dat zit goed in elkaar. Er is geprobeerd om veel mensen erbij te betrekken. Er is veel aangegeven aan de communicatie. Omwonenden hebben de gelegenheid gekregen om aan het plan mee te doen. En daarmee is het wat ons betreft een goed plan. En zo hoort het. Zo zien we het graag. Ik zou graag op willen merken dat wij als raad en als fractie goed betrokken zijn geweest bij dit plan. We zijn regelmatig uitgenodigd bij de initiatiefnemers. We hebben ook bij ons aan tafel gezeten. Dus we hebben regelmatig onze vragen kunnen stellen. En dat hebben we dan ook actief gedaan. Wat ik graag nog een keer aan zou willen geven, is dat we als CDA terughoudend willen zijn en blijven met het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. Dat hebben we al eerder gezegd en dat zal ik ook zeker blijven doen vanaf deze plek. We willen onder andere meewerken aan de zonneladder. Meneer Stelpstra refereerde er ook al even naar. We redden het misschien niet alleen met de daken, maar er moet wel een prioriteitsstelling in zitten. Daar willen we wel beginnen. En dat wil zeggen dat je uiteindelijk wellicht bij gronden terechtkomt, maar dat moet wel buitengewoon zorgvuldig gebeuren. En we willen daarmee voorkomen dat onder andere de landbouw intensiever wordt, omdat er steeds meer moet gebeuren op minder grond. En daar zouden ook agrariërs mee in de problemen kunnen komen, door de regelgeving. Terug naar Lutte. Dit is het eerste plan voor een zonnepark dat hier ter tafel komt. En we zouden heel graag zien dat initiatiefnemers van projecten die hierna hier nog besproken zullen worden, minstens zo actief zullen zijn in het invullen van de randvoorwaarden op bijvoorbeeld het gebied van maatschappelijke meerwaarde en het betrekken van de omgeving. En we zullen deze projecten heel kritisch blijven volgen, zoals we dat ook met Lutte Levert gedaan hebben. De mensen van Lutte Levert hebben aangegeven dat hun kennis en expertise, dat ze die graag beschikbaar willen stellen voor andere initiatieven. En bij deze zou ik graag mijn waardering daarvoor uit willen spreken en andere mensen ook aan willen sporen om daar gebruik van te maken. Er zit een hoop kennis en het zou jammer zijn als die niet verder gebruikt gaat worden. Wij zijn voornemens om mee te gaan met dit plan, maar ik zou toch nog graag een aantal vragen willen stellen. En als inleiding wellicht dat een aantal vragen geïnterpreteerd kunnen worden als technisch, dat verwijt krijg ik vaker. Maar dat heeft er in dit geval mede mee te maken dat er geen oriënterende ronde voor dit onderwerp is geweest. Als eerste, we hebben het ook vaak gehad over de netcapaciteit. Dus ik zou graag hier de bevestiging horen dat de aansluiting van dit park op het net gerealiseerd kan worden. En een belangrijk punt ook in het kader van duurzaamheid, dat zijn de leesjes. Hoe wordt de hoogte van deze leesjes bepaald?
waar duurzaamheidsmaatregelen leiden tot hogere bouw- of aanlegkosten, kunnen deze leesjes kostenverhogend werken en een drempel vormen tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. En dat zou jammer zijn. Je ziet dat daar in de landen verschillend mee wordt omgegaan, dus ik zou graag een uitspraak van het college daarover horen. Dan verder, ook in het kader van betrokkenheid van de omgeving. Wat is het percentage energie dat hier in de postcode-roos, door de postcode-roos ingevuld wordt? Ik denk dat dat relevant is. En aansluitend daarop, wie is dan verantwoordelijk voor de rest van de investering? En komen deze opbrengsten ook weer terug in het gebied en bij de mensen uit Lutten? We kijken uit naar de realisatie van dit project en zullen het zeker na vandaag ook actief blijven volgen, zoals we dat in het hele traject tot nu toe hebben gedaan. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Hoe zit het, voorzitter? Duidelijke vragen. Allereerst de heer Bak en dan de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Meneer Loos, u geeft aan dat het CDA gaat opteren voor een duurzaamheidsladder, waarbij daken eerst en landbouwgrond daarna. We willen hiervoor op attenderen dat we vandaag praten over landbouwgrond waar panelen op komen. Dus dat dat eerst gaat voordat er daken vol liggen. Dat ten eerste. Wellicht dat u daar nog even op kunt reageren zometeen. Maar ten tweede vind ik het wel vrij kort door de bocht om te zeggen van bij voorkeur niet op landbouwgrond. Want we hebben een duurzaamheidsdoelstelling om dat met elkaar te realiseren. En hoe denkt u dan dat zonder landbouwgrond gaan realiseren? En misschien kunt u nog iets verder uitweiden, want u bent toch de grootste partij per slot van rekening. Wat is uw visie op duurzaamheid? Want volgens mij is het wat kort door de bocht om te zeggen bij voorkeur niet op landbouwgrond. Voorzitter, dank u wel. Het is wel mooi dat als ik uitweid over duurzaamheid, u zegt ja, maar het gaat over Lutte Levert. En vervolgens komt u met een vraag waarbij u mij vraagt om uit te weiden over duurzaamheid. Dat is wel een bijzonder insteek. Als ik begin met de daken. Dat komt overigens door uw eigen opmerking die u plaatst. Dus vandaar dat ik u daar even op uitdaag. Ik kom bij u terug. Maak u geen zorgen. Allereerst over de daken. We hebben hier nog niet heel lang geleden de schooldakrevolutie aangenomen, om maar eens iets over daken te roepen. En ik denk dat u er ook rekening mee moet houden dat als je kiest voor zonnepanelen op landbouwgrond, dat je die gronden gelijk voor de komende 25 jaar vastlegt. Als we dat afzetten tegen de innovaties die op dit moment al gaande zijn, verwacht ik dat daar nog een heleboel te winnen is. Dat het op dit moment niet nodig is om al voor een belangrijk deel van onze gronden voor 25 jaar lang die keuze al te maken. Ik zou daar heel erg zorgvuldig mee om willen gaan. En dat wil dus zeggen dat ik terugkom bij mijn punt. En dat is zo weinig mogelijk zonnepanelen op landbouwgrond. Er zijn alternatieven, er zijn daken. En er is voldoende gaande op het gebied van innovatie, waar u zeker zelf ook van op de hoogte bent, waar we gebruik van zouden kunnen maken. Akkoord. De heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Overigens is het in dit huis ook een gebruik om geen technische vragen tijdens de oriënterende ronde te stellen. Die stellen we meestal voor de vergadering. Maar dat even terzijde. Wat mij even triggerde was uw uitspraak. En wellicht ging het in de veelheid van, of in de snelheid van de woorden. Maar u gaf aan, misschien kunnen we het niet halen met daken. En dat vind ik wel een essentieel punt. Want in onze optiek kunnen we het niet halen met daken. Ik ben even benieuwd hoe ik die misschien moet interpreteren. Heer Roelofs. Ik ben altijd heel erg blij dat u zo zorgvuldig naar mijn zinsopbouw luistert. Dus waardering daarvoor. Daar had het woordje alleen tussen gekund, denk ik. Als ik daar nog een keer op terug kan komen. Dus we gaan het niet alleen redden met daken. Maar dat wil niet zeggen dat je alle andere initiatieven dan bij voorkeur maar goed gaat vinden. Dus volgens mij hechten wij samen waarde aan de zonneladder. Dus dat wil niet zeggen dat we alleen voor daken gaan. Maar we beginnen wel bij daken. En uiteindelijk komen we misschien uit bij de gronden. Maar ik geloof echt dat we samen nog een heleboel te winnen hebben. En uiteindelijk minder op landbouwgrond hoeven uit te komen dan we wellicht nu denken. Ja, goed, fijn dat u dat bevestigt dat we naast daken ook nog andere initiatieven nodig hebben. Dank u wel. Hoe zit het? Akkoord, de heer Jonghans. Ja, die daken, dat houdt ons ook bezig. Ik heb onlangs gehoord dat als je dat zou willen doen met daken, dat je ongeveer 2% van de doelstelling daarmee kunt realiseren. Dus ik snap uw bezorgdheid over gebruik van landbouwgrond. Daar moet je natuurlijk heel zorgvuldig mee zijn. Maar 2% als je alle daken zou gaan gebruiken, ja, je ontkomt er niet aan. Ja, het wordt toch een technische discussie, maar ik heb altijd gehoord dat het 12,5% was. En als we discussiëren, dan spreken we ook altijd via de voorzitter, de heer Stelpstra. Excuses, voorzitter. Inderdaad, het is een goed gebruik in dit huis. Maar dat weet u. Daar hoef ik u niet op aan te spreken, dat weet ik ook. Voorzitter, als ik de heer Roelofs,
Een afsluitende opmerking op dit punt zou mogen maken, is dat als we over percentages gaan hebben, dan staan we vlak voor de provinciale verkiezingen. En als u uw eigen stem meerekent in het totaal van de stemcapaciteit, is dat percentage verwaarloosbaar. Dat wil niet zeggen dat je het niet doet. En dat geldt voor mij betreft ook voor zon op dak. Als je de dakcapaciteit kan gebruiken, al is het 2%, wellicht is het meer, dan vind ik niet dat je er overheen mag stappen omdat je het bij voorbaat een te verwaarlozen percentage vindt. Dat vind ik een hele verkeerde insteek. Maar dat zei ik ook niet. Ik zei van dat je het daar alleen niet mee redt. Dus dat je wel gebruik zou moeten maken van die landbouwgrond. Dat is heel wat anders dan dat ik eroverheen stap. Dat heb ik niet gezegd. Nou, dat is eigenlijk. Dan refereer ik naar het antwoord dat ik gaf op meneer Stelpstra. En dat kom ik terug bij het woordje alleen. Dus we redden het niet alleen met zon op dak. We vinden het wel belangrijk. Akkoord. Volgens mij punten helder gemaakt door de verschillende fracties. Mooi. Andere vragen nog? In ieder geval, dan dank voor uw bijdrage. De fractie van GroenLinks. Meneer Boshoven. Voorzitter, dank u wel. Ik ben niet van plan om het te gaan hebben over percentages. Wat we wel weten is dat dit een project is voor 330 woningen die het voorziet van groene stroom. En daar is GroenLinks natuurlijk buitengewoon gelukkig mee. Maar nog gelukkiger zijn we met de manier waarop dit proces is gelopen door Lutten Levert. Mensen zijn meegenomen, mensen hebben erin geparticipeerd en mensen zijn gewoon tevreden over het plan wat hier voor ligt. Komt ook naar voren uit het feit dat hier geen zienswijzers zijn ingediend. Ik denk dat wij als gemeenteraad en als gemeente buitengewoon trots kunnen zijn op alle initiatiefnemers die zo hard getrokken hebben aan dit project. En vanaf deze plaats wil ik ze daar ook namens GroenLinks heel hartelijk voor bedanken. En inderdaad laat het een voorbeeld zijn voor andere initiatiefnemers, zodat zij hier ook van kunnen leren hoe deze mensen dit hebben gedaan. Het zal u niet verrassen, voorzitter, maar mijn fractie kan dus volmondig instemmen met dit voorstel. Akkoord, mooi. VVD-fractie behoefte. Ja, de heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik zal deze keer niet met spelen. En we direct de zaak komen. Voorzitter, wij zijn als VVD buitengewoon content met het voorstel zoals het nu voor ligt. Ik ga het complimenten geven aan de ambtelijke organisatie dat het zo snel hier in de raad is gekomen. En dat er meegedacht wordt met het project om het SDE-subsidie aangevraagd moet gaan worden. Ik vind dat ook wel even het noemen waard. Wij als VVD zijn buitengewoon content met de manier hoe Lutten Levert geacteerd heeft. De verbinding met de omgeving, samenwerken met de omgeving en uiteindelijk samen maken en samenwerken aan je buurt. Dat is voor ons een groot goed, want we hebben altijd gezegd, duurzaamheid vinden wij erg belangrijk. Maar het draagvlak is voor ons ook belangrijk. En ik denk dat het hier samen is gegaan. En we hopen ook dat we in de toekomst hiervan kunnen leren. Want het is dan niet zo eenvoudig om de duurzaamheidsparagraaf ingevuld te krijgen in deze gemeente. Want de discussie die zich net even ontpropte over de percentages maakt wel duidelijk dat het ingewikkeld is en dat het niet vanzelf zal gaan. Desalniettemin vinden wij dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om daar goed richting aan te geven. En daarom zijn we ook erg benieuwd naar waar het college mee gaat komen, nou, als ik het goed heb, medio april, en welke visie ze gaan neerleggen op duurzaamheid en wat dat betekent voor onze gemeente. En ik zou eigenlijk ook de discussie graag in deze raad op basis van dat discussiestuk verder willen voeren, want volgens mij is er veel meer mogelijk. En laten we alsjeblieft niet met elkaar in een valkuil stappen van het niet voldoende communiceren met de omgeving. Laten we proberen te stimuleren wat hier in Lutten ook gebeurt. En daarmee dus ook de doelstelling te halen. En dat is misschien wat tegenstrijdig, maar het vergt ook leiderschap vanuit een gemeente om dat te stimuleren. Dat is wat wij als VVD-fractie erg belangrijk vinden. Vervolgens komen wij aan bij het punt wat het CDA ook maakt over de leesjes. Wij vinden het wat frappant dat aan de ene kant er een SDE-subsidie aangevraagd wordt, een overheidssubsidie, en vervolgens leesjes betaald moeten worden aan de gemeente. Aan de andere kant vinden wij het ook een lastige discussie, omdat als je voor bijvoorbeeld Lutten Levert een uitzondering zou gaan maken,
die een precedent schept. En daar zijn wij ook niet voor. Dus ik zou graag vandaag ook in deze raadzaal met u de discussies willen voeren van wat vinden wij daar nu van? En vinden wij dat een legeverordening aangepast moet worden? Of vinden we dat we gezien de situatie en gezien het goede voorbeeld voor Lutte levert bijvoorbeeld een uitzondering moeten maken? En ik ben ook wel even benieuwd welke gedachten het college daarbij heeft. En wacht die beantwoording dan ook graag af. Om vervolgens met u in de discussie te gaan, als u dat tenminste wil. Ik zie dat de heer Stelstra al zit te wachten op een reactie. Dus ik ga er niet over, voorzitter. Inderdaad, de heer Stelstra heeft al een vraag. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. U wilt graag gaan discussiëren over leesjes. Leesjes stellen we voor een heel jaar vast. Dus dit wordt heel moeilijk om nu te gaan zitten morren aan de leesjes. Het is veel beter om die discussie bij de begroting met elkaar te voeren. We kunnen ook wat beter voorbereiden dit soort discussies. Dus ik pak de handschoen graag op. Hè. Ik vind het een mooi idee om daar met elkaar over te praten. Maar om dat nu zo vanavond hier out of the blue met elkaar te gaan discussiëren, dat zou ik eigenlijk geen goede start vinden. Dus ik zou hem graag willen parkeren tot een beter moment. Helder mening, dank u wel. Akkoord, de heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is altijd goed gebruik in dit huis om als je met een voorstel komt om een belasting eraf te halen. Dan ontstaat er een gat in de dekking. En dan vind ik het ook wel weer zo sympathiek om dan daar ook een dekkingsvoorstel bij te geven. Ik bedoel, kijk, de mensen die daar werk voor verzetten voor dat geld voor die leges, dat zal verricht moeten worden, dat zal betaald moeten worden. Dus ik ben benieuwd hoe u dat ziet. Nou, de opmerking van de heer Stelstra buitengewoon sympathiek vond om daar met elkaar op een ander moment over door te praten, vind ik de opmerking buitengewoon flauw. Want dat is een beetje een dooddoende, het is een goed gebruik in dit huis. Laat ik even doorgaan als u dat me toestaat. Ik zou het heel plezierig vinden om met elkaar in alle openheid en eerlijkheid te praten over de leesjes. En ik snap dat ik een onderwerp aankaart wat normaal gesproken jaarlijks in een leesjediscussie naar voren komt. Maar aan de andere kant zitten we hier wel met een urgentie rondom duurzaamheid, waarbij we met elkaar toch best wel even in dit gremium met elkaar van gedachten kunnen wisselen van hoe kijken we daar nu naar? En als we tot de conclusie komen dat dat meer aandacht vergt, dan hebben we meteen in de voorbereiding op die komende discussie de handvaten daarvoor. Dus daarin ga ik wel met de heer Stelstra mee. Nou, voorzitter, dat vind ik wel erg gemakkelijk. U gooit een stuk rood vlees in de arena en u bekommert zich niet om het effect daarvan. Ik mag toch ervan uitgaan dat de VVD, die we toch kennen als redelijk slim bij tijd en wijlen, dat ze daar wel over nagedacht hebben. Voorzitter, mag ik daar misschien een kleine opmerking van maken? Voorzitter, het is de week zonder eerst de heer Gelling. Eerst de heer Gelling. Voorzitter, ik voel me wat groep omdat ik doorgaans degene ben die ziet op dekking. Maar leesjes hebben niet direct te maken met de dekking van een bepaald onderwerp. Het is zo dat je daar een hele planning voor maakt. Dat de ambtenaren werken en dat die deels betaald worden door de leesjes. Maar het is niet zo dat als wij hier normaal eten, want daar ziet u op een voorstel doen om ergens meer geld naar uit te geven dan gepland, dat je daar dekking voor moet vinden. Maar dat geldt bij leesjes niet. En bovendien, terug op meneer Stelstra, is een heel sympathiek idee. Alleen heeft Lutte Levert daar wat weinig aan als het bij de begroting behandeld wordt. En dat voorstel ligt nu in ieder geval voor. Ik wil er nog graag aan toevoegen dat ik zeker van rood vlees hou en me daar absoluut niet makkelijk van afmaak, maar daarom wel met elkaar het gesprek wil voeren. We hebben per slot van rekening ook geen oriënterende ronde gehad waar we het debat met elkaar hebben kunnen voeren om te kijken waar we staan. En ik ben gewoon benieuwd naar ieders mening in deze opvatting. En daarom deel ik dat graag in uw midden. Akkoord. Ja. Anderen nog over dit onderwerp? Nou, u heeft ook gevraagd het college uitgenodigd om daar nog op te reageren. Dus dat komt straks ook nog. Dank. De fractie van D66, de heer Rodewond. Voorzitter, dank u wel. Ja, best aardig dat een onderwerp dat al enige tijd speelt in dit huis toch nog actueel wordt, doordat Nieuwsuur gisteren een aandacht besteedde aan een confettiwerking van zonneparken in Nederland. Daarbij was ook een interview met een initiatiefnemer in Borger in Drenthe, die heel blij was juist dat hij een dergelijk plan, als dat nu voor ligt, ook daar kon realiseren. En hij zegt ook terecht, denk ik, in zijn optiek verandert het landschap. Hè? Waar 25 jaar geleden op die plek nog geen N-weg lag, is die er nu wel, en dat bepaalt ook een deel van het beeld, net als de windmolens en andere zaken die gewoon het landschap al dan niet ontsieren of juist sieren.
Waar voorheen ook het buitengebied voor natuur en landbouw was, hebben we nu ruimte nodig en gebruiken wij ook voor onze energietransitie. En die gebruiken wij ook voor onze eigen energieconsumptie, laten we dat niet vergeten. En wat mij betreft ligt er nu een plan voor in Lutten dat de samenleving laat winnen aan alle kanten. Zowel aan de energieconsumptie als in de energieproductie. Dus in economische zin, in leefbaarheidszin, winnen wij als Hardenberg. Daarbij wil ik wel vragen aan het college om met elkaar vanuit deze gemeente samen met de provincie te waken dat de waarden die wij hebben in dit landschap, het Hardenbergse landschap, blijven bestaan zoals we dat eigenlijk waarderen en kennen, zonder dat we voorbij gaan aan ontwikkelingen die we ook hebben. Akkoord, dank u wel. De heer Roelofs heeft nog een vraag voor u. Voorzitter, dank u wel. Meneer Rodemond, toch wel goede punten voor de discussie, denk ik. Als ik even met u terugga naar 4 december 2018, waarbij we als raad vroegen om dit soort plannen langs de raad te laten komen, zodat we daar een laatste oordeel over kunnen geven, was u tegen, als enige van de raad. Mag ik u dan vragen hoe u dan vandaag de bespreking van dit onderwerp in de raad ervaart en of u daar een toegevoegde waarde in ziet? Sorry, de laatste verstond ik niet heel erg goed, excuses. Of u een toegevoegde waarde ziet in het bespreken van dit voorstel in de raad vandaag? Als ik heel eerlijk ben, zie ik dat er geen bezwaren zijn aangetekend of anderszins vanuit de samenleving. Ik zie ook gewoon dat binnen de samenleving zelf het heel positief is opgepakt. En denk ik eerlijk gezegd nog steeds dat een dergelijk initiatief niet per se hoeft. Wat ik hier nu doe en waarom ik ook deelneem aan het gesprek nu, is om wel te laten zien, ook vanuit onze partij, ook dat wij wel waarde hechten aan dergelijke initiatieven. Daar wil ik ook niet per se aan voorbij gaan. Maar om nou per se ieder initiatief op dit punt in deze raad te moeten bespreken, eerlijk gezegd zie ik dat niet zo. Wat ik liever zou zien, is dan aan de voorkant betere kaders neerzetten. Hè. Laat het over leesjes gaan of over percentages, dak of geen dak. Maar laten we dan met elkaar een bredere discussie aangaan over welke waarden wij nastreven als gemeente in totaliteit, waaraan we beter kunnen toetsen aan de voorkant, zodat we sneller naar de initiatiefnemers en de bevolking toe zouden gaan. Dat zou mijn wens zijn, dat was het toen, dat is het nu nog steeds. Waar ik nu hier sta, is alleen maar mijn waardering eigenlijk uitspreken zoals we dat eigenlijk allemaal hebben gedaan. Akkoord. Zou ik dan één vervolgvraag mogen stellen? Want u heeft het over de kaders. Nou, als iets op het gebied van duurzaamheid nog niet af te kaderen is, is wat we hoe gaan invullen. Dat is eigenlijk komt van alle fracties terug. Helpt dan niet elke bespreking van een project zoals Lutte levert ons om die kaders nog verder vast te stellen met elkaar? Dus heeft dit juist niet een hele grote toegevoegde waarde om zo zorgvuldig mogelijk dit soort afwegingen te maken? Mogelijk, maar ik heb vandaag eerlijk gezegd nog geen nieuwe argumenten gehoord die we eigenlijk al een jaar geleden of twee jaar geleden al over deze tafel hebben gedaan. Als er dan nieuwe argumenten komen in een dergelijke discussie, ja, dan heeft u mogelijk gelijk. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we keer op keer dezelfde discussie gaan voeren op basis van bijvoorbeeld draagvlak of moeten we eerst daken gaan benutten voordat we landbouwgrond gaan benutten, et cetera. Kijk, die gesprekken die zijn al geweest. Dat levert mij geen nieuwe inzichten op. Voldoende akkoord. De fractie van Op Koers. Nu. De heer Bakker. Er zit muziek in het college. Voorzitter, dank u wel. Het is mooi om te zien hoe de initiatiefnemers van Lutte levert, middels de, onder andere de postcode-regeling, het project toch veel draagkracht heeft opgeleverd. En zodoende het project kan doen slagen. Zo zie je maar dat door een goede communicatie in een relatief korte periode toch veel bereikt kan worden ten aanzien van het draagvlak. Het mogen duidelijk zijn dat wij van Op Koers niet de grootste voorstanders zijn van windmolens, maar wij steunen dit project Lutte levert van harte. En in de hoop dat mogelijke initiatiefnemers van andere projecten hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Dank u wel. U doelde waarschijnlijk op zonneparken.
niet op windmolens. Oké, akkoord. Fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit voorstel is reeds eerder langs geweest. Toen waren we ook hier positief over en we zijn nog steeds blij met dit initiatief. Het is al eerder gememoreerd hier. Er zijn geen zienswijzen, dus wat dat betreft kan het wat ons betreft ook door. Het geeft ook aan dat de participatie in dit project heel goed is opgepakt. En daarmee is het ook belangrijk dat het een goed voorbeeld is hoe een energiecoöperatie een rol kan spelen in die energietransitie die we allemaal zo wensen. Daarmee is er ook een goede garantie dat een deel van de revenuen ten goede komt aan de gemeenschap. We dagen daarom ook de coöperatie Lutten Levert, maar ook andere lokale initiatieven uit om met meer gedragen projecten zoals dit te komen. En we wensen hun zeer veel succes met de uitvoering. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. En daarmee zijn we de heer 50PLUS, ja, de heer Schuurman. Oh, en nog een vraag. Excuus, de heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Ik kon nog net iets hoger, maar volgens mij was het voldoende. Een vraag voor de Partij van de Arbeid. We hadden net een boeiend intermezzo over zonnepanelen op landbouwgronden. Daar was u eigenlijk niet tegen, want het was allemaal nodig. Zou ik dat dan iets op mogen rekken naar natuurgebieden die u misschien iets nader aan het hart liggen dan landbouwgronden? Waarmee ik wil vragen, zou u het ook goed vinden als een zonnepark in een natuurgebied wordt aangelegd? Voorzitter, mag ik op die vraag aanvullen? Ja, meneer Bak. En zou u het ook goed vinden als daar windmolens zouden komen? Nou, op dit moment zijn die plannen niet aan de orde. Dus wat dat betreft denk ik nee. Want we hebben daar ook geen kaders verder voor afgesteld. Dus dan zullen we ook moeten kijken hoe het in deze raad zit. Daarnaast stel ik vast dat als je bij agrarische gronden, dat de boeren daar zelf over kunnen beslissen om dat te gaan doen. En ik moet zeggen, ik zie dat een natuurbeherende organisatie nog niet zo snel doen met zonnepanelen. Maar met windturbines weet ik dat Natuurmonumenten daar positief in staat. Akkoord, dank. Tot slot, de heer Schuurman, 50PLUS. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we zijn blij met deze hele ontwikkeling in Lutten. Alleen wat wij jammer vinden, dat is nu de discussie over de leges. Kijk, komen wij tot de conclusie dat hier toch vermindering op leges wordt gedaan, wat gebeurt er dan met dit plan in Lutten? Dan zullen we toch een graag antwoord willen hebben van de wethouder. Akkoord, en dat gaat u krijgen, verwacht ik. Want ik kijk even naar de college achter mij, de heer Ter Kater. Dit is de heer Breukelman. Wat betreft het zonnepark Lutten. Om op de gestelde vragen in te gaan die met name door het CDA zijn gesteld. En de heer Schuurman. Dank u wel. Niet zo heel groot. Het college spreekt met één mond en vandaag ben ik dat voorzitter. En allereerst wil ik daarbij een compliment maken voor de organisatie van Lutten Levert. Want door zelf te acteren is het idee ontstaan voor die corporatie in Lutten om duurzame energie daar op te wekken middels zonnepanelen. En dat onderwerp. Dat is niet altijd het meest gemakkelijke onderwerp, zowel voor raad als voor college. Enerzijds zijn we ambitieus, wil je de doelstellingen graag met elkaar halen. En anderzijds heeft de gemeente en de raad in het bijzonder ook de opdracht om een afweging te maken. Een besluit tussen het algemeen belang, individuele voorkeuren en het liefst die ook met elkaar verweven. En in december hebben we met elkaar de discussie gehad over de voorwaarden waaraan dit soort ideeën moeten voldoen.
Een afwegingskader hebben we het over gehad. De procedure waar een initiatiefnemers moeten voldoen. En ook de procedure enerzijds bij het college, maar ook bij uw raad. Een heel belangrijk onderdeel daarvan was ook het aftasten van de omgeving, participatie van de omgeving. We hebben wel geconstateerd dat tussen de verschillende initiatieven daar verschil tussen zat op dat moment. Dat is ook niet zo gek, want meestal start dat pas naar het principebesluit. Enfin, voor Lutten gelden exact dezelfde regels als voor die andere initiatieven. Het bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling, de ruimtelijke afweging, het betrekken van de omgeving, maar ook de maatschappelijke meerwaarde. En juist omdat vanuit Lutten al heel vroeg in het beginstadium is ingezet op die participatie en maatschappelijke meerwaarde, is het net gelukt om hier vanavond te staan. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot, zal ik maar zeggen. Zonder tekort te doen aan de zorgvuldige procedures lukte dat net om vandaag nog deze ronde mee te pikken, waardoor ook het initiatief kan meedraaien voor de SDE-ronde van maat. Nou, dat is medegekomen ook door de korte lijnen die er zijn geweest, zowel tussen Lutten Levert als onze organisatie. En ik wil jullie daar graag dank voor zeggen. Dan blijven een aantal vragen over, voorzitter. De eerste over de aansluiting op het net, vraag van CDA, geloof ik. Ja, dat is geregeld met Enexis. Er is een getekende overeenkomst. Dus dat is geborgd. Dan het percentage deelnemers, ook aan de postcode roze regeling. Volgens mij zitten jullie nu op 25%. Dus dat zijn meer dan 100 participanten voor het initiatief. Volgens mij is dat een hele mooie aanzet. En het zal mij ook niet verbazen dat als er straks ook een akkoord is op het besluit, dat misschien nog wel dat ook weer tot nieuwe reacties leidt. Nou, hoe is het dan in de financiering geregeld, hè? Die 25%, dat is dus de postcode-roos, de mensen uit de omgeving. De rest van de financiering gebeurt bij het Energiefonds Overijssel. Maar alle revenuen uit het zonnepark komen terug aan de corporatie Lutten Levert. Dus dat voor wat betreft die vraag. Dan blijft er één onderwerp over, voorzitter, en dat zijn de leesjes. En er zouden een hele hoop dingen erover kunnen zeggen. Maar misschien is het goed om te beginnen dat de huidige leesjesverordening, zoals u die als raad heeft vastgesteld, dat die niet de ruimte biedt om in dit geval hier af te wijken. Dan zou je nog kunnen zeggen, hè, als je heel lang zoekt, dan vind je in artikel 63 van de Algemene Wet in zaken de Rijksbelasting een hardheidsclausule voor het college om in gevallen van onbillijkheid te kunnen optreden. Maar volgens mij is het veel beter dat u die discussie in de raad zelf heeft. Dan kunnen we het dan ook met elkaar daarover hebben. Als schot voor de boeg wil ik er ook wel bij zeggen, ja, wat doen we dan voor andere partijen? Wat doen we wanneer commerciële partijen zich aandienen? Hoe zit het met de ambtelijke uren die voor een deel ook vergoed worden uit de leesjeskosten? Maar laten we dat dan parkeren naar die discussie. En mocht dat leiden tot een ander inzicht, ja, dan kun je natuurlijk altijd achteraf nog dingen even rechtzetten wat dat betreft. Ik hoop, voorzitter, dat voldoende is voor nu. Volgens mij inderdaad wel. Behoefte aan een tweede ronde of wilt u nog een paar vragen stellen aan de wethouder? Een verduidelijking. Verduidelijking en de heer Stelpstra ook verduidelijking? De heer Bak, allereerst. Ik hoor de wethouder zeggen dat er dan achteraf nog wat gecorrigeerd kan worden. Even toetsen of ik dat goed begrijp. Mochten we tot een andere verordening komen als raad, dan zou dat met terugwerkende kracht met Lutten gecorrigeerd kunnen worden. Begrijp ik dat goed? Nou, voorzitter, volgens mij, hè, als de raad tot een ander besluit komt, volgens mij is het dan heel ver moeten kijken. Kunnen we dan achteraf gaan kijken of we daar nog aanpassingen kunnen doen? Akkoord, maar ook dat moet uitgezocht worden of dat juridisch kan in de vorm van leges terugstellen of dat je een andere regeling moet maken. Heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Leges met terugwerkende kracht aanpassen, dat is juridisch een heel moeilijk dingetje. Daar hebben we al eens eerder over gediscussieerd. Ik was even benieuwd, hè, want u gaf aan van nou, we gaan hier een andere keer over discussiëren. Betekent dat u daarvoor een discussienota of een voorzet voor de discussie doet? De kaderstelling lijkt mij daarvoor een mooi momentum. Om daar eens met elkaar over. En ik
wil toch wel nadruk leggen op de punten die u inbrengt in de discussie. Hè? Een stukje rechtsgelijkheid, ook op die projecten worden weer geld verdiend. Dus ik wil ook even aan de Raad meegeven. Het is een hele complexe discussie, omdat rechtsgelijkheid vanuit een overheid wel een heel belangrijk principe is. Ja, voorzitter, volgens mij is de leesjesverordening van de Raad zelf. Dus zou de discussie in de Raad moeten plaatsvinden. Nou, wellicht kan dat rondom de kadernota die we daarover hebben. Maar misschien nog wel even aanstippen ook de vraag van de heer Schuurman. Van wat betekent het nou, hè, als je iets doet in die leesjes? Waar hebben we het dan over? Nou, als we dan kijken naar het voorbeeld van Lutte. Dan zit volgens mij de totale som van de leesjes tussen de 25.000 en 30.000 euro op een investering van 1,2 miljoen. Dus in die zin, het heeft mensen er ook niet van weerhouden om toch de aanvraag te doen. En volgens mij is dat heel belangrijk om ook dat in uw discussie dan mee te nemen. Fijn, dank u wel. De heer Jonghans, nog verduidelijkende vraag voor de wethouder. Nou ja, eigenlijk wel. Want ik bedoel, ja, als je dit zou doen, hoe sympathiek het ook klinkt. Ik bedoel, scheppen we daar dan ook niet een precedent? Want op een gegeven moment, als er een school komt, een multifunctioneel centrum, een ziekenhuis, nou, et cetera, gaan we dan niet op een hellend vlak begeven? Ja, dat is ook de discussie die we in het college wel hebben gehad. We hebben gezegd van ja, de huidige verordening biedt er geen mogelijkheden toe. Dus we gaan er op voorhand ook niet verder op in. En inderdaad, ja, het is de vraag, wat is dan de volgende? Hè? Waar komen we dan terecht? En hoe ga je dan om met wanneer een commerciële partij de aanvraag doet? Nou ja, wat je er ook nog bij zou kunnen denken is, als aan de ene kant een project gaat draaien op een SDE-subsidie, maar we heffen ook geen leesjes, hebben we dan niet, is er dan geen sprake van eigenlijk een dubbele subsidie? Nou ja, het zijn allemaal van die afwegingen die het wel heel lastig maken om af te wijken van het huidige kader dat er is. Heer Stelpstra, nog tweede rond. Dank u wel, voorzitter. Ja, u ontweek mijn vraag wel heel goed. Want de vraag was of u daar even een aantal gedachten, discussiepunten bij de kadernota op papier zou willen zetten. U gaf net al een aantal bedenkingen aan. En daarna ging u heel snel verder naar een ander onderwerp. Bent u daartoe bereid? Voorzitter, dat als dat een vraag van de Raad is, dan is het college uiteraard bereid om dat te doen. Maar weet dan wel dat alle voorbehouden die ik zojuist genoemd heb, dat die ook de input zullen zijn voor de memo. Akkoord, en ik hoor dat u die behoefte wel heeft. Dus misschien is het handig om te zorgen voor een soort memo, om nog eens wat punten op papier te zetten rondom leesjeheffing en voor en tegens. Ja, is dat een goede toezegging? Het lijkt me goed om zowel de voordelen, maar ook zeker de nadelen precies. Even, te benoemen. Daar sluiten we ons heel graag bij. Oké, de heer Bak, inderdaad. Initiator van deze discussie, akkoord. Dan doen we dat op die manier. Is er behoefte aan een tweede ronde? Of kunnen we overgaan tot stemming over dit onderwerp? Ik proef het laatste. Dan wil ik bij agenda punt 6. Oh, sorry, de heer Kuipers. Ik zou graag even de zaal verlaten in verband met de mogelijke belangenverstrengeling. Ja, dat heb ik begrepen. Dat is heel goed. Ga ik nu wat langzamer praten, zodat u de gelegenheid heeft om de zaal te verlaten. Aan de orde is agenda punt 6, het voorstel rondom zonnepark Lutte levert. En ik vraag aan uw raad, kunt u instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? De ChristenUnie akkoord, CDA is akkoord, GroenLinks akkoord, VVD akkoord, D66 op koers met nu, Partij van de Arbeid en 50 plus akkoord. En daarmee is het voorstel raadsbreed aangenomen. Dank daarvoor. De heer Kuipers vervoegt zich weer te midden van de Raad. Agenda punt 7. De verantwoording fractiebudgetten 2018 en toedeling van de fractiebudgetten voor 2019. Niet in de oriënterende ronde geweest, maar komt nu rechtstreeks in de Raad. Staat daarom als bespreekstuk. En u mag daarover het woord voeren als u dat wenst. Dat is niet het geval. De vraag, kunt u instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? Alle aanwezige raadsleden hier stemmen in met het voorstel bij agenda punt 7. Daarmee akkoord. Dat brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. 1 hamerstuk. Agenda punt 8. Gewijzig vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. Camping de Belte Rezen. De behoefte van de uitbreiding van het recreatieterrein. Stemverklaring. Geen stemverklaring. U kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Dat is het geval. Akkoord.
Daarmee is dit voorstel aangenomen. Ten slotte, agendapunt 9, de rondvraag. Behoefte om gebruik te maken van die rondvraag, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Huisarts Expeditie Vechtbel. En voorzitter, we hebben allemaal kennis kunnen nemen van de campagne Huisarts Expeditie Vechtbel, waar het nijpende tekort aan huisartsen aan de orde komt. Een mooi initiatief van de huisartsen in Noordoost-Overijssel. Uit berichten die ons bereiken blijkt dat met name in Gramsbergen de vervanging waarneming in gevaar komt. Is het probleem bekend en kan de gemeente hier wat aan doen? We kijken in de richting van het college. Het college spreekt met één mond, hebben we net begrepen. Dus eigenlijk maakt het niet uit wie het woord voert. Maar zorg is toch in goede handen bij de portefeuille hadden die het te riet stap. Ja, voorzitter. De campagne is bekend. En het is uiteraard bekend dat huisartsen op het platteland, dat het sowieso een aandachtspunt is. Dus dat is wel bij ons als college bekend. Heel specifiek de vraag zoals u nu stelt over of het in Gramsbergen nu een probleem is in de vervanging. Dat geluid heeft ons in ieder geval nog niet bereikt. Maar ik kan er in ieder geval wel eens een keer op terug laten komen met de vraag vanuit onze organisatie of dat bekend is. Ja, en of er ook wat aan gedaan kan worden. Of vanzelfsprekend. Iets. Daar komen we dan uiteraard ook op terug, maar dat ziet u dan tegemoet. Ja. Akkoord, dit wordt nog nader uitgezocht om te kijken wat er aan de hand is specifiek. Akkoord, anderen nog voor de rondvraag? Dat is niet het geval, dan zijn we toe aan agenda 10, sluiting van deze vergadering. Dank voor de inbreng en de besluitvorming. Het is 7:55, over 5 minuten vervolgen wij de vergadering met de oriënterende ronde. Dank u wel, vergadering is gesloten.